lieve mensen. Dit zijn unieke beelden. We openen de vlog en ik heb kleren aan. We gaan kijken wie er wakker is, want ik hoorde een hoop gegil. Nou ja, een hoop gegil. Een hoop gegil. Zo. Maar wacht, de andere baby slaapt waarschijnlijk nog. Ja. Loenie. Hey, baby's. Wat heb jij gedaan, joh? Hey. Hey, baba's. Hey. Hey. Zijn jullie zo blij? Zijn jullie zo blij? Lekker tukkie gedaan, hè? Ah, oh, gaan we nu lekker zwemmen? Papa gaat even ontbijt halen voor papi en mam. Ja! Ja! Oké, ik ga even naar. Is goed, tot zo. Gaan we jullie alvast lekker omkleden? Ja! Gaan we jullie alvast lekker omkleden? Ja, ja! Gaan we zo lekker baby zwemmen? Ik had dus twee van die super, super, super schattige zwembroekjes, maar we zijn er één kwijt. Ik weet namelijk dat ik er één niet heb opgeruimd en ik heb nog gedacht, als ik hem nu niet opruim, dan raak ik hem kwijt. En ik ben hem kwijt. Maar goed, we hebben wel swimmers, waar ik trouwens heel erg van ga betwijfelen of dat nou echt een poepje tegen gaat houden. Ik bedoel, als ze poepen, dan ligt het volgens mij al gewoon alsnog, loopt dat er gewoon makkelijk uit hoor. Want het is niet waterdicht of zoiets. Maar goed. De zwimmers gaan mee. Ja, we komen hem vast nog wel een keertje tegen binnenkort. Maar ik kan me nu gewoon echt niet meer bedenken waar die is. Het is echt heel vervelend. Baby's liggen hier de fles te drinken. Nou ja. Kleine etterbakjes. Kleine etterbakjes. Oké, nou we zitten in de auto. Mijn hemel, wat een organisatie altijd om naar zwembad te doen. Ja, ik kan me zo goed voorstellen dat andere mensen met tweeling of misschien wel een drieling echt bijna nergens naartoe kunnen komen. Nee, is gewoon bijna niet te doen. Maar we zijn onderweg en we gaan lekker zwemmen en de baby's hebben er ook zin in. Ik heb net gezegd wat we gaan doen en ze waren er wel blij mee. Ik ook. Marley moest lachen. Ze hebben een uur lang lopen huilen geloof ik. Ja, dus alle traantjes waren weg. En toen gingen we lekker zwemmen en dat was leuk. Nou, we zien jullie gewoon zo weer in het zwembad. Oké, ik heb een badpak van de Zeeman en wat een beetje jammer is, is en dat hij losgiet, maar hij is zeg maar te kort. Hij zit qua breedte prima, maar hij is gewoon heel erg kort. Maar het liefst zit hij overwege mijn borst, dus ik moet hem de hele tijd, hier, daar zakt hij al, omhoog trekken. En gelukkig zitten deze dingetjes er ook aan. Maakt wel een beetje onlogisch. Ja, en mijn borsten passen daar eigenlijk niet zo goed in. Nee, we gaan lekker zwemmen.
verte van de glijbaan. Daar gaat ze. Niet normaal. En de baby. Ik moet hier. Wacht, heb jij je moeder? Ja. Hoe heet die? Samen met mijn vriendin hebben we Stella. En ik heb ook een eigen kanaal. En hoe heet die? Thomas. Thomas? Ja. Nou ja, ik kan het wel filmen, maar je ziet helemaal niks. Dus we filmen het wel weer na afloop. Kijk hoe ze het heeft gevonden. Ja, wat had je dan verwacht? Dat ik wel een pakje boven kom, nee. Dat was wel heel leuk. Oké, aankleden, bebes. Wordt die kleine zoggerijn? Wordt die kleine zoggerijn? Deze was net aan het tillen. Waarom? Van, Nou, Loenie die is er echt helemaal klaar mee. Ze is alleen maar aan het huilen en aan het gapen. Marley vindt het allemaal wel prima. Die wordt nu ook ingepakt. En dan gaan we weer lekker naar huis. Tijd voor een flesje en tijd voor een middagslaapje. Ja. Oh, hoi. Hoi. Mag ik installatie? Hè? Mag ik installatie? Ja hoor. Ga jij... 1.015. Nou, helemaal mooi. Nou, we zijn weer thuis. De baby's die gaan even slapen. Hi, we gaan even het huis opruimen. Mm-hmm. Maar eerst even zitten. Er is niet heel veel afwas toch, maar het lijkt gewoon vooral veel omdat het rommelig is. We zijn op dit moment thuis. De baby's die zijn weer ingeladen in de wandelwagen, want ze zijn heel erg moe. Maar in hun bed gaan ze niet slapen. Ze hebben denk ik een half uurtje geslapen. Heb je de hik? Heb je de hik, kleine meid? Heb jij honger? Kan toch niet? Je hebt net een flesje. We gaan nu eventjes een wandeling maken, want we moeten nog boodschapjes doen. We willen morgen in ieder geval een klein beetje in de tuin gaan werken. Gras neer gaan leggen, zodat... Ik sowieso volgend jaar lekker met de baby's in het gras kan gaan zitten. Want nu is het... Ja, kijk maar. We hebben gewoon best wel een lelijke tuin. Maar ik wil in ieder geval, zeg maar, dat daar zo gras hebben. Die steentjes mogen weg. Dit wil ik allemaal gras hebben. Eigenlijk wil ik dit partij stenen ook weg en dan gras hebben. Gewoon eigenlijk de helft van de tuin wil ik gras hebben. Maar we gaan het morgen wel even kijken. Gaan we via achter naar buiten? Ik denk dat het via achter makkelijker is. Elke dag hebben we weer de struggle. We willen graag avondeten halen, maar ik moet wel een beetje mager zijn. Als jullie nog leuke magere recepten weten, zet het dan in de comments. Gaan we die een keer maken. Maar nu gaan we nog eventjes kijken bij de pakjes. Kijk dan. We zijn lekker aan het wandelen door de polder en ineens gingen we een hekje door. Nu zitten we in een veld met koeien. Koeien. Ik vind het gewoon zielig. Die koeien die zijn alleen maar helemaal onrustig omdat er zoveel vliegen om hem heen zitten. Ja, moet je zien. Wacht even kijken of je het kan zien op de camera. Zeg maar, de enige beweging die ze maken is vliegen wegjagen. Continu. Het is echt triest. Ik weet niet of je kan zien hoeveel vliegen er op hem zitten, maar... Dit is de Rip Darcy vlog. Kijk, de baby's zeggen ook al dat het een slecht idee is. Die vliegen lopen gewoon over zijn hele neus, in zijn neus, op zijn neus. Is dat normaal? Ja. Dat een koe zoveel vliegen heeft? Nou ja, als ze stil liggen dan wel, ja. Dat, ik bedoel, ze zitten helemaal onder de stront. Ze liggen in een veld waar allemaal poep zit. Dat vinden die vliegen allemaal interessant. En dat was de vlog alweer. Pief! Doei! Ben je wel in beeld? Nee, ik ben helemaal niet in beeld, sorry. Morgen hebben we ook weer een hele leuke nieuwe vlog. Weet je wat we dan gaan doen? Morgen gaan we naar de intratuin. Wow, dat wordt leuk. Dus zorg dat je morgen ook weer kijkt. Morgen zijn we er weer dus. Om 6 uur met een nieuwe vlog. Doei! Doei!